Tot dat je deze video. Mijn naam is Wesley van VivoBoy1999 met vandaag weer de nieuwe Jens Toonstra Manager Career Mode. En vandaag hebben wij de eerste wedstrijd tegen Bergamo in de achtste finales van de Champions League. En de vraag is of wij kunnen blijven of, uh, ja, vechten in de Champions League om daardoor te kunnen blijven gaan. We gaan zien hoe het wordt, de eerste wedstrijd tegen Bergamo. De spelers komen het samen in. Hier zien we Cyril Desis die echt helaas niet tot een overeenstemming is gekomen met Feyenoord. Dus hij komt niet terug. Voor nu. Je weet nooit wat het Feyenoord later gaat doen. Maar ja, dan hebben andere clubs hem al gekocht. Die komen wij wel voorsprong. Tony Valena schiet er 0-1 binnen. En zo komen wij in deze uitwedstrijd op 1-0. Door aanvoerder Tony Vilena, Die Feyenoord naar deze mooie 1-0 voorsprong zet. Tegen Bergamo. En waar nu dus Bergamo op jij gaat naar een gelijkmaker. David. David. Ontschept door Tony Verena. Vijnt gelijk gevaarlijk. Verena en Azevedo. Gitruida. Gitruida. Azevedo. Azevedo op zoek. Komt met de voorzet. Hier, dan uiteindelijk bijna raak. In tweede instantie is het wel raak. 2-0. Vitenta met zijn doelpunt. En zo brengen Verena en Vitenta feier het op 2-0. Bergamo natuurlijk wel in de aanval. Zal dat, ja, dat, ja, dat zal een keer gaan gebeuren in deze wedstrijd. Dit is de eerste keer. Kan Bailo die bal keren? Jazeker. En wegwerken nu aan de handen van Justin Bailo. Goed gedaan. Bailo nu richting Jago. Uh, Oeh, zorg gedaan door Jago. Goede onderschepping van C.C. Hoekschop wel daarentegen voor uh, Bergamo. Een hoekschop. Die zomaar gevaar kan Richter. Dit was de, de 2-0 van Feyenoord. Doelpunt van Vitenta. zijn eerste. Voorzitter komt. al weg gehad door Geertruiden. Opgevangen nu. Nog steeds de kans voor Bergamo voor een sterven. En die komt er ook. 1-2. Bergamo komt terug. En dan moet Feyenoord oppassen. Zo vlak voor rust. Minuut 35. Bergamo is sterker geworden. Oppassen nu. En dan is het uh, David. onderschept door de Iago. Goed. Vitenta zo de voeten weer van de tegenpartij. Komt er weer de kans voor een gelijkmaker dit keer. Hopen dat het niet gebeurt. Kan Feyenoord gaan verdedigen. Zo vlak voor rust. Komt er aan die 2-2. En ja zeker die komt. 2-2. Dus het vlak voor rust alweer gelijk. En moet Feyenoord in de tweede helft terug gaan vechten. Misschien nog in de eerste helft. Dessers. Vitenta. Gitruida. Geertruida nu met zijn snelheid. Azevedo. Azevedo op de flank. Komt er de voorzitter uiteindelijk nog. Azevedo. Gaat er langs. Goed. Azevedo. En de bal op de paal. Dan zit het ook niet mee voor Feyenoord. Tenminste, hier nog Tony Verena. Die raakt de bal dan ook weer kwijt. Dus het vlak voor het rust nog steeds 2-2. Spectaculaire eerste helft. De eerste prima fase had Feyenoord uh, de bovenhand. Nu heeft duidelijk Bergamo in de laatste minuut van de, deze eerste helft het. De extra tijd zit erop in deze eerste helft. En Nog steeds bij een 2-2 stand. Bergamo moet nog een laatste kans krijgen. Terwijl we al diep over de extra -tijd heen zitten. En uiteindelijk is de CC die wegwerkt en is deze eerste helft al voorbij. En dan gaan we kijken wat de tweede helft voor ons gaat worden. Om dus al minuut 58, waar nog steeds een 2-2 stand. We passen nu voor um, Feyenoord. De verdediging moet nog goed blijven staan. Geen 3-2 tegen krijgen in deze, deze uitwedstrijd voor Feyenoord. CC, goed onderschept. Azevedo weet hem niet uh, verder te krijgen. En ja, nog Feyenoord hier gelijk spelen of zelfs verliezen. Dan moeten we het in de kuip zien te klaren. Om ons te kwalificeren voor die kwartfinale. Maar goed, laten we maar hopen dat we hier nog gaan scoren. Walje Mark. op jacht. Geeft hem af. Hier, Bojanic, schot geblokt. De bal is weer voor Bergamo. Bergamo. Die bal rustig rondtikt. Uiteindelijk heeft hij hem ook bereikt bij een medespeler hier. Dus Bergamo heeft weer. Hebben al zit vaardig, moet nu uitkijken. Moet verdedigend goed zijn werk blijven doen. En dat doet het ook. Cicé en Jago lossen het daarop. En nu de countermogelijkheid met Bozinik. Bozinik ziet Dessers gaan. Dessers gaan. Dessers gaan. Dessers scoort misschien zelfs ook wel. Nee. De redding. Het had toch de 3-2 moeten zijn van Cyril Dessers. Waar Geertruide naar de kant gaat. En Jetro Willems zijn vervanger is. Ondertussen zitten we al in minuut 81 laatste minuten van de wedstrijd nog steeds, die 2-2. In De eerste helft, de spectaculaire eerste helft, beslist tot nu toe. Maar ja, Bergamo komt er nu uit. En dan Feyenoord dat perfecte verdediger achterin. Angelo, de vervanger van Pedersen. Die er vooral op andere voeten van de tegenspeler werkt. Moet nog even wennen daar. En Bergamo dus, die nu op jacht kan gaan. in De laatste vijf minuten na een 3-2 voorsprong. En dat moet Feyenoord zien te voorkomen. En dat lukt ook weer. Dit keer was het Holmeier uh, Willems die dat uh, voorkwam. Nu de aanval. Azevedo, Dat is een slechte paas van Azevedo. Extra tijd gaat zo meteen uh, komen. Tussen Bergamo en Feyenoord hebben we de eerste achtste finale erop zitten. Maar dan hebben we natuurlijk nog de thuiswedstrijd in de Kuip. En als het 2-2 blijft, dan moeten we in de Kuip gewoon winnen. Dat is één ding wat zeker is. Om ons te kwalificeren voor die um, kwartfinale. En hier had het bijna 3-2 geweest door Bergamo. Maar Bijlo redt goed, Maar dat is ook uh, buiten spel. Maar Bijbelen anticipeert daar goed. En de vrije trap is genomen. En de extra tijd zit erop. Misschien al deze kans voor Feyenoord. Dat zal de laatste kans zijn voor een overwinning. Azevedo. Azevedo. Zal wat zijn als hij hem maakt. Hij gaat het wel proberen. Maar dan wordt hij geblokt. En dan is het klaar. En dan uh, spelen we 2-2. Is de wedstrijd in de Kuip een uh, belangrijke wedstrijd. Een doel of die wedstrijd. Nu tegen Fortuna. Gaan we simuleren met het tweede elftal. 1-1 gespeeld tegen de fortuna sit-out. Komt is die derde nu. Richards gaan we uitlenen aan Norwich City. Even kijken, we staan derde. PSV 2-53, AZ bovenaan, verrassend, 56. Ajax onder ons met 50 ook, dus uh, Ajax loopt in de buurt. Cambuur spelen we ook gelijk, 2-2. Daar moeten we wel mee oppassen dat we niet te veel wedstrijden gaan uh, gelijk spelen. De halve finale van het bekertoernooi tegen AZ, die gaan wij simulerend toekijken. We gaan kijken hoe we deze halve finale gaan spelen, of we deze halve finale gaan winnen en of we dus doorgaan. Naar de bekerfinale, de knvb bekerfinale. kan Jens Thorstein die winnen met Feyenoord. We gaan het hopen, we gaan het zien. Vandaag hebben we dus de Jens Stoornstra career, want morgen natuurlijk weer de Mario bane Arsenal career. Mode. Want we hebben de laatste stap gemaakt met Mario Bane van Brentford naar Arsenal. En de aankomende aflevering gaan de transfers gebeuren. Ik had geen suggesties achtergelaten gekregen, dus ik ga mezelf ingeving doen. En ik ga natuurlijk ook wat eerste wedstrijden spelen. Daar, zo, daar dus morgen meer van. En morgen natuurlijk ook. Nee, nee, morgen alleen die video. En overmorgen natuurlijk weer op zaterdag. Zaterdag heb ik met Tim afgesproken. ik um, nou, er komt wel gewoon een video. Natuurlijk weer, maar het komt gewoon 's ochtends. Uh, misschien dat ik nog een stukje ga vloggen. Ik beloof niks. Maar misschien dat ik dat ga doen. En dan uh, op die dag. Ik ben uh, vrijdag vrij. Misschien dat ik vrijdag al begin met een vlog. Dat ik een soort ja, lang weekend vlog maak. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. Want we hebben weer lang weekend. Vrijdag heb ik vrijgenomen namelijk. Dus vandaar. Uh, ja, misschien dat ik dat toch uh, ga doen. Misschien wel. Dus dat zou wel, uh, wel kunnen. Weer een extra video op dit kanaal. Ik weet dat jullie daar heel erg blij mee zijn. Waar ik niet zo blij mee ben. Is dat we deze eerste stel nog steeds 0-0 staan. Tussen AZ en Feyenoord. In deze Baker halve finale. De KVB bekerhalve finale. En de, ja, We willen natuurlijk uh, door naar de finale. Het gaat wel een verrassing die finale worden. Want onze, die andere halve finale zit, zit Ajax niet tussen. PSV ook niet. Volgens mij Twente en Go Ahead is die andere halve finale uit mijn hoofd. Dus ja, dat gaat een hele bijzondere halve finale worden dan als ik het zo zie. Dan maken we gelijk na het begin van de eerste helft de 1-0. Zo komen we dus met Cyril Dessus op voorsprong. dan man die helaas dus niet um, terugkomt. Ik zie hier trouwens een mooi gedichtje. Uh, komen van Dessers. Er werd in het begin nog wel getwijfeld. Is het een speler, spits, die Feyenoord nu zoekt? Je hebt jezelf geluk bewezen... en je hebt nu aanz aanzien... bij het Feyenoord legioen geboekt. Dat is inderdaad zo. Dat is zeker inderdaad zo. Het is jammer dat hij hier niet uh, terug, uh, terugkomt. Dat hij daar blijft. Maar goed, um, ja. We hebben nu een spits... Van Ajax gehaald. Volgens mij was dat Danilo. Dan moeten we kijken hoe dat nog gaat uitpakken natuurlijk. Hopen dat hij ook goed zijn, ja, goed zijn werk gaat doen. Nou Feyenoord sowieso wel altijd een, spits, een probleem met spitsen gehad. Dus wat dat betreft zijn we het wel gewend. Maar hopen dat het nu gewoon wel goed uit gaat pakken. Ondertussen nog steeds 1-0 hier tussen AZ en Feyenoord. Kunnen we nog 2-0 maken. Dat zou mooi zijn in de laatste minuten. Om zeker te zijn uh, van die... Uh, En we winnen op 2-0. Om zou ik zeggen, om zeker te zijn van die eh, finale plaats. Maar dat betekent dus dat we geplaatst zijn voor die finale van de KVB-beker toernooi. En we gaan nu met een goed gevoel naar de wedstrijd tegen FC Utrecht. En eh, we gaan zien hoe dat gaat aflopen. Hopelijk een mooie wedstrijd gaan we te zien krijgen. Deze wedstrijd in ieder geval gewonnen door naar de finale. En wie we in die finale treffen is nog een verrassing volgens mij. Ja, Goethe of Twente. Dat zien we later dan wel. Ik hoop Goed, dat zou ergens wel mooi zijn. We krijgen een rol bij AZ aangeboden als coach, nou, die wijzen we dus af. Maar wel mooi dat we uit hunzelf een aanbieding krijgen, wel van AZ. Dus dat is wel weer, ja, het is wel een topclub in Nederland. Maar we, ja, we genieten van Feyenoord. Na nou, AZ dat wel eerste, dat had dus wel mooi geweest. Maar goed, we gaan ook gewoon vanuit dat we met Feyenoord nog kampioen kunnen gaan worden. Moeten we van nu wel wedstrijden gaan winnen. En nu tegen Utrecht gaan wij zeker nu met het basiselftal uh, Stimuleren met wel een paar kleine aanpassingen in het basiselftal. Van Beek speelt. En ook de keizer speelt. Die de laatste tijd erg tevreden is. Met zijn beurt. Met de invalbeurt. En met zijn speelminuten. Pereira speelt. Pieter speelt. En Histrof speelt. Dat zijn de aanpassingen van deze wedstrijd tegen Utrecht. Wat doen we tegen FC Utrecht? 1-2 gewonnen. Twee keer Pereira. Die wou spelen. En scoort. Tegen onze oude club winnen we dus met 2-1. Dus we gaan met een goed gevoel. Naar, die half, naar, de, nee, nee, naar de tweede wedstrijd tegen Bergamo. De eerste wedstrijd hebben we net uh, gewonnen. En deze wedstrijd is voor de volgende aflevering. Dan gaan we hopen dat wij ook door kunnen gaan naar die kwartfinale. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. En later.